is het your boy Facts van de 1104 Skuske. Hoorde, hoorde, kijkers. Het is vandaag een nieuwe dag, een nieuwe show. En welkom bij de Quattro by Facts Show. En ik zit naast de enige echte... AJ hebben we hier zo. Kerst heeft een paar matties van hem uitgenodigd om een paar vragen te beantwoorden die we in dit potje hebben zitten. Kerst, we gaan het vandaag hebben over vrouwen, wist je dat? Echt? Ja, ik kill fire op vrouwen. Hoe niet, broer? Hoe niet? Want je praat de hele dag over billen, billen, billen. Je moet billen zien. Ik wil billen zien! Je chap billen? Hi, dus ik heb een paar vragen in het potje gezet hier zo voor jou, Kevs. Ben je ready voor deze vragen? Hoe niet, ik ben altijd ready. Ja? Quattro by Facts is altijd ready. Altijd ready? Altijd ready. Zet je maar nog in het potje dan, bro. Eentje, hè? Laat me checken hoor, wat deze erin staat. Lees het op. Woe! Veel heat. Hoeveel bedpartners mag je wifi hebben? 2. 3. Hoeveel bedpartners? -1. -1. 2. Broer, stel je voor, ze is 25, deze maar 2. Broer, weet je wat het is? Weinig pie is erin geweest. Is echt het beste. Dus dan ga ik erin, zo van... 3 partners, bro. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dat is het, ja, toch? Okay. Ze moet 2 keer virgin zijn. 2 keer. Wat bedoel je met 2 keer virgin? Broer, kijk, je hebt ontmaagd en je hebt gemaagd. Ze moet gewoon gemaagd zijn. Ze moet niet... Ontmaagd zijn, keer, 2 keer gemaagd, klaar. Ze moet 2 keer uit die poenie komen, gewoon van de maag, zodat ze 2 keer maagd is, klaar. Gemaagd, ben jij gedoopt met de Heilige Geest en doodgegaan als een maagd in een vorig leven? Dan ben jij gemaagd, gefeliciteerd. Stel je voor, die ISO heeft 10 boys gehad en jij gaat als 11e killen in. Je gaat sowieso sickie krijgen. Bij mij 5, ja? 5, max 5. Tuurlijk zeg ik niet, maar kind ben oud, hou op. Je kan niet verwachten als je met een chickie gaat van 20 dat ze maar 1 bedpartner gaat. Hoezo kan dat niet? Je kan het niet verwachten. Hoezo kan dat niet? Ik heb gewoon chickies die geen bedpartners hebben gehad en zijn ook 20. Ja, maar kijk, dat zijn de heiligen. Dat zijn de heiligen. En daarom wil ik een heilige heilige. Min 1. 2 keer voetje. Gefeliciteerd. Hete dingen, hete dingen, hete dingen. Maar je bent ready voor deze? Niet. Oh. Woe! Ik heb niets gekeken. Ja, het is die hier toch? Stel een... Amo, wat staat hier? Hé hey broer, dat arms, kan je niet lezen? Oh, kill. Arms! Oké, okay. Stel een arms heeft 3k volgers op de gram. Zou je het wifen? Het maakt me niet uit hoeveel volgers ze heeft. Het gaat erom dat ze loyal is naar mij. Ik hoef niet eens te beantwoorden. Jij! Hoe zou je dit niet beantwoorden? Waarom mag een arms geen 3k volgers hebben op de gram? Broer, dan moet je nagaan, ze krijgt veel aandacht. Veel boys sliden in die DM, veel stroom. Luister, 3k oké is al veel, laten we bij 1k beginnen. De wife heeft 1k volgers toch? De wife heeft 1k volgers, of je weet ik veel wie je wil stromen, 1k. Sowieso is minimaal 50% van die boys, van die volgers boys. Als er light skin is, is het sowieso 80%. 800 boys al, het zijn 800 boys die er volgen. Sowieso, 50% van die 800 boys heeft de ballen om te DM'en. Om je te DM'en. Dat zijn al, weet ik veel hoeveel boys, 600 of zo. Hier zijn die 600 maar hier. 600 boys DM'en er. Sowieso zijn 30 van die boys, of 30% van die boys, knapper dan mij. Want ik ben niet moeders mooiste, snap je? Dus 30 van die boys zijn knapper dan mij. Maar dat en dan niet ben uit. Ik gewoon al shaky. Want ze, kijk, wat het maakt uit. Broer. Het maakt niet uit. Op wat is er gevallen? Je innerlijk en je uiterlijk. Kijk, het gaat niet om wat is gevallen. Heb ik er al gehoord? Wie? Je zegt net je vriend, het is je vriendin. Maakt niet uit. 1k volgers, minimaal 80% gaat de DM'en, weet ik veel, whatever. Maar hoeveel volgers heb jij? Mag ik 3k is eigenlijk weinig, ik zeg je eerlijk. Zit je ook aan de 100k of zo, hoek me op man. Je weet dat laten we gewoon Insta koppel zijn, je bent single, hoek me op, please. Weet je wat nog heerlijker is? Vertel. Weet je wat echt heerlijk is? Tell me. Je wife heeft toch? 7000 foto's. Honderden reacties onder de foto's. Hey. Niemand kan dat aanraken, bro. Hoe heerlijk dat is. Snap je? Heerlijk, gewoon van, snap je? Niemand kan mijn wife. Je weet toch, wanneer je comment, jij comment iets, en dan komen er duizenden mensen nog, maar jouw comment blijft boven. Heerlijk, is het tattoo. I like. Ben die spot. Wat is het verste wat je ooit hebt gereisd voor pussy? Hoe en waarom? Nou, maar hé, maar Nora, vertel. Even kijken, het verste.
Ja man, ik ben een keertje naar Delft gegaan man. Delft? Naar Delft. Wat heb jij daar? Of wat? In Delft. Wat is mijn Delft? Ik ga jullie dit goed uitleggen. Ik had een mittie in Antwerpen. Maar Antwerpen is het verste. Maar waarom ging je helemaal naar Antwerpen? Waarom ik helemaal naar Antwerpen ging, broer? Hij is zo... Alles dik. Dikke chest. Dikke akka. Veel grip. Ja, van die volle werven. Broer, ze moeten zo bewegen op me. Zo. Ik moet genieten. Hoe ver ik ben gereisd voor Ans? Voor Pussy. Oké, zo. Wel grappige vraag. Ik zou zeggen, ik denk Amsterdam West-Side, man. West? Ja, man. West-Side, man. Je woont in Amsterdam. Broer, ja. Ik ging niet ver. Nou, toen woonde ik in Almere, dus je toch van Ali naar West. Dus je toch? Je kon me vinden in de Westside. Me vinden in de Westside. Woe! Eet de vraag. Mag je wifi een beste vriend hebben? Nee, man. Ben je gek? Best friend! Bestaat niet. Beste vrienden bestaan niet, weet je wel. Beste vrienden bestaan niet, weet je wel. Al mijn ex-beste vriendinnen heb ik ooit wel iets mee gedaan. Alles is hand in hand lopen. Brokken maken in de plek. Weet je wel, een beetje zon in de nek. Of een beetje longen. In de park. Iets, maar niet uit wat. Broer, Weet je toch? Mijn wife mag alleen een beste vriend hebben als het een van mijn maatjes is. Als het kerst is. Want ik weet Kevs, hij zal nooit doen. Shout-out naar Kevs, man. Stel, je wifi gaat naar Spanje zonder je te melden. Is wel heet dat, man. Dat is heel heet. Wat zou je doen, Kev? Broer, ik zou er direct klappen. Ik ga je niet... Maar ze is in Spanje, Kev. Hoe heet dat klappen? Broer, ik zou de Bluetooth klap. Een Bluetooth klap? Een klap die je geeft aan iemand die niet nabij is. Voel jij je geklapt in je ziel? Gefeliciteerd. Luister. Ten eerste, ze gaan naar Spanje. Het is niet in Spanje, het is Temptation Island, bro. Temptation Island 2.0. Temptation Island 2.0. En zonder mij te zeggen, weet je wat dat betekent? Ze gaat als verleidster. Ze gaat niet als koppel, ze gaat dus ze weet vanaf het begin. Ze gaat als Vanetta. Begrijp je? Dus ze weet vanaf het begin wat er daar gaat. Ze is geen wifi meer. Gaat ze daarheen? Zonder mij te melden. Zonder mij te melden. Klap. Doodslaan. Letterlijk. Even voelen. Eerlijk. Ben je wel eens ergens naartoe gegaan zonder haar te melden? Wat is naar de club gaan omdat we beef hebben en zeggen van eens maakt niet uit. Achteraf ik ben uit. In er. Wat is er? Er is kapot. Bro, Spanje in de herfstvak. Het is koud. Wat zoek je daar? Ik spreek je zomaar tegen, je gelijk. Hey bro, je gaat niet gaan, je gaat niet gaan, kio. Temptation, ja, als verleidster, ik ja je gelijk. Hey, AJ, ik hoor niet aan, man. Maar gewoon waren best wel echt. Hete dingen. Bro, je bent Kers, man. Iedereen weet, je bent de gekste kill van Bro, broer, ik ben korter op bij Vex. Ik kill vast, man. Ik ben jerig. Nog vast. Maar ja, kijk dus. Als jullie deze Quarterback Facts show lid vonden, dan moeten jullie sowieso gaan abonneren op het Quarterback Facts kanaal. Dat is hieronder. Hierzo. Loef jullie. Jammer. Who we introducing?